Champignons. Je wordt er niet dik van, maar wat ik ook niet wist... is dat je hele gezonde spieren en botten krijgt van champignons. Toch? Dat klopt. Jarno, vertel, wat gebeurt hier? We krijgen hier nu de verse grondstoffen binnen. Hier gaan wij nu ons kunstje mee doen. En wij gaan zorgen dat we hier over 16 dagen beginnen met het oogsten van champignons. Het zijn dus gewoon paddenstoelen? Het zijn paddenstoelen inderdaad. Het zijn gewoon de vruchtlichamen van de schimmel. Zelfs als je ze in het bos vindt in de herfst, ja, bootsen wij continu de herfst na hier, versneld. En waarom zijn ze dan niet rood met witte stippen? Die zijn giftig. Nou Jorgen, dit is dus een weekje na de fase die we net gezien hebben. Nu begint de schimmel helemaal erin te groeien. En de schimmel die gaat nu knoppen vormen. Champignons zijn ook goed voor je bot en voor je spier, toch? Ja, champignons zijn heel gezond. Bevatten bijna geen vet, geen calorieën, veel eiwitten, mineralen, vitamines. Hier is weer een beetje verder. En kan ik dit al eten? Jazeker, die kun je gewoon eten. Ja, maar dan toch, het is een schimmel. Normaal gesproken, als een schimmel op mijn voeten heb, vind ik hem ook een beetje ja. Gek. Zeg, probeer er maar één. Best lekker. Ja. Dit zijn echt grote jongens ondertussen. Ja, nu zijn we volop in de oogst bezig. We hebben hier nu de champignon. Wat zijn de next steps? Kan de champignon bijvoorbeeld nog beter? Ja, dat is de vraag of die nog gezonder kan. Ja. Daar wordt wel hard aan gewerkt. Dus hierachter zit nog ergens een speciaal lab. Ja, een speciaal laboratorium waar we dat soort dingen uitzoeken. En kan je een tipje van de sluier ook? Nee. Wat meer eiwitten? Oh, hé. Dat is gaaf. Deze zijn gisteren geoogst en die worden vandaag voor helft fresh gepakt. En hoeveel tijd kost het nou als ik hier van de band kom en ik het thuis kom op bordje? 2 dagen. Oh, ik heb wel een beetje honger. Wat heb je? Dan gaan wij eens een lekkere, rijk gevulde paddenstoelensoep eten volgens het recept van mijn moeder. En? Lekker. En het geheim? Het echte geheim van lekkere champignonsoep? Heel veel champignons. Proost.